Het symposium Na de troonrede heeft dit jaar als thema: is het vertrouwen in herstel terecht of slechts een illusie? De uitgenodigde experts lichten toe. Er zijn twee aspecten die daarbij van belang zijn. Eén is er voldoende aanbod van goede arbeid? En zien we ook bedrijven floreren of niet in termen van het komen met nieuwe producten, nieuwe diensten die mensen aanspreken. Niet alleen in ons land, maar ook in het buitenland. Nou, als het gaat om aanwas van voldoende mensen die kunnen, die dus kunnen werken en ook aankunnen wat bedrijven vragen, dan is die aansluiting, die vinden we wel. En of dan het economisch herstel doorzet, hangt eigenlijk mede af van hoe het buitenland zich ontwikkelt. En als het buitenland zich goed ontwikkelt, dan hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken. Maar anders dan hebben we dus een exportprobleem en dat zou heel erg lastig zijn voor ons land. Ik vind dat Nederlandse pensioenfondsen op dit moment weer wat meer aandacht moeten kunnen krijgen voor de Nederlandse economie. Dat heeft twee redenen. Ik denk dat er wat meer een commerciële huurmarkt gaat ontstaan die aantrekkelijk is. En ik denk dat door de solvabiliteitseisen bij de banken, de verhandelbaarheid van hypotheken, maar ook leningen aan het midden- en kleinbedrijf, een aantrekkelijke beleggingscategorie kan zijn. Het hoeft maar een paar procent te zijn. Ik ondersteun natuurlijk niet de oproep om maar generiek veel in Nederland te beleggen. Een wezenlijk onderdeel van de economie is ook het fiscale stelsel, ons belastingstelsel. Er ligt een bijzonder interessant rapport, al een tijd te wachten op het commentaar van het huidige kabinet. Helaas is dat nog niet gekomen. De verwachting is dat we vandaag met Prinsjesdag dat er een notitie komt over dit rapport. Er zitten heel veel goede elementen in dit rapport. Men wil toch een beetje verschuiven van de directe naar de indirecte belastingen, waardoor de belastingopbrengsten wat stabieler zullen worden. Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is voor de komende jaren. Tegelijkertijd wil men naar een wat meer vlaktaxachtige heffing, waardoor allerlei fiscale initiatieven, incentives om bepaalde aftrekposten te genereren, uit het stelsel worden gehaald, wat ook tot een verbetering, denk ik, van ons belastingstelsel zal gaan leiden. Vertrouwen in de herstel van de economie? Ja, op lange termijn wel. Maar voorlopig gaat het nog heel erg aarzelend. Dat zien we eigenlijk in heel Europa. Dat het proces daar toch heel moeizaam gaat. In de rest van de wereld gaat het gelukkig wel, trekt het wel aan. Maar Europa is toch wat, blijft wat achter. Is ook het aarzelen met beleid. En dat zie je in Nederland ook. En binnen Europa blijft Nederland dan ook weer een beetje achter ten opzichte van andere landen. Dus ik heb wel, structureel wordt wel de economie versterkt in Nederland, maar het duurt in Nederland wel lang. We zijn toch een beetje van de geleidelijkheid. En je ziet dat in andere landen bijvoorbeeld de bankensector veel sneller aangepakt is als in Nederland. Waardoor je in Nederland veel langer last hebt van dat aarzelende herstel. In Nederland zijn en de banken terughoudend, pensioenfondsen zijn terughoudend, de overheid is terughoudend, consumenten zijn terughoudend. Ja, dan loopt het niet zo hard. Internationale instituten geven, zoals het World Economic Forum, geven al langere tijd aan dat Nederland veel minder aan de kenniseconomie, aan research en development uitgeeft dan landen zoals Duitsland. Wij geven ongeveer 1% punt van het bruto nationaal product per jaar minder uit dan een land als Duitsland. Nou, dat betekent ongeveer 6 miljard te weinig. Dus daar zal echt een agenda voor moeten komen. En dat te meer daar ook allerlei grote bedreigingen op landen als Nederland afkomen die te maken hebben met het internet, met de digitalisering, robotisering. Daardoor komen de komende 20 jaar grote sectoren en banen in het middenkader onder vuur te liggen. En dat betekent dat we dus economisch moeten vernieuwen. Maar daar is die kenniseconomie naar cruciaal. Dus meer aandacht, meer echt ook investeringen in de kenniseconomie. We praten er al jaren over en we moeten het nu echt gaan doen.